Goedemorgen. Wij gaan vandaag staand beginnen. En vandaag wou ik even een beetje een les doen met jullie qua detox en qua meer een reinigende flow. Dus qua reinigen denken we dan al gauw wat meer aan het lymfsysteem, aan je darmen, leven, nieren, longen en je huid. Dus ik had een beetje een combinatieflow voor jullie bedacht waarin we eigenlijk alles een beetje gaan aanstippen. Dus veel gaan twisten. En wat dieper gaan uitademen, zodat we dat reinigend vermogen wat meer gaan aanzetten. Want misschien dat je het wel hoort, ik heb een kleine verkoudheid, vooral een neusverkoudheid. Dus het is echt een hele goede tijd, ook in de lente, om wat meer bezig te zijn qua reinigen. Dus daar wou ik vandaag met jullie mee beginnen. Dus je mag gewoon komen staan, midden op je mat. Handen laat je gewoon even langs je lichaam. En dan zet jezelf even helemaal recht boven je voeten. Dus je knieën zijn licht gebogen. Kantel je bekken iets, schouders weer recht boven je bekken. En dan trek je heel ietsje je borstbeen omhoog. En dan trek je je kin iets naar je terug, terwijl je je kruin omhoog trekt. En dan laat je gewoon je handen even bij je bovenbenen zijn. En dan ontspan even ogen, sluit even ogen. En dan voel eerst even hoe je erbij staat. Dus even weer het contact met de binnenwereld, met je lichamelijke sensaties. Of misschien dat het mentaal qua mindset wat meer met je praat vandaag. Maar alles even intern bewust van worden. En dan gaan we zo tijdens de flow, tijdens het ademen, het bewegen, gewoon lekker voelen wat we tegenkomen, wat je kan wegstrekken. Dat we los kunnen maken. Dus begin even een paar keer wat dieper voor jezelf te ademen. Dus heel diep in via je neus. En als je wilt, adem je even uit door je mond. Dus je mag diep in. En helemaal uit. Dus nog een keer diep in. Oké, gaan we rustig beginnen met het lymfsysteem even los te schudden. Dus je mag weer rustig met je hielen iets omhoog en dat je die weer terug laat vallen als het ware op je mat. Dus even het los shaken. Dus handen zijn los, armen zijn los, schouders los. En dan beweeg steeds ietsje sneller, steeds ietsje sneller. Dus je hielen gaan op en neer, op en neer, op en neer. En dan maak het zo snel mogelijk. En adem gewoon rustig door. Dus misschien ietsje sneller nog. Shake hem helemaal uit. Dus deze ga je zo voelen. Als je stilstaat, voel dan eens maar wat je intern allemaal kan voelen bewegen. Oké, en sta maar stil. En voel we even van binnen. Hopelijk voel je dat het begint te draaien en iets in beweging wordt gezet. Oké, doen we hem nog een keertje. Dus weer met je hielen omhoog, laag, hoog, laag, hoog, laag. Dus je laat eigenlijk gewoon je hielen elke keer terugvallen op de mat. Dus doe het zo snel als het goed voelt voor jou. Laat ook je armen helemaal los, schouders los. Dus ga even helemaal los in het shaken. Dus misschien dat je je arm wat meer wijd neemt. Neem gewoon even helemaal je eigen ritme aan, je eigen beweging. Oké, en sta maar even weer stil. Helemaal stil. Dus het lichaam hou je stil. En voel dan wat er van binnen beweegt, hoe het van binnen beweegt. Oké, doen we hem nog één keer. Dus shake weer met je hielen omhoog, omlaag. Neem je armen weer mee. Misschien dat je je voeten ietsje wijder zet, dat je de beweging iets groter kan maken. Maar shake hem helemaal los. Ga misschien iets meer los dan je net nog deed. Neem misschien je hoofd nog even mee. Oké. En sta nog maar een keer weer helemaal stil. Dus wat je nu voelt is veel meer op celniveau, op lymfsysteem, in je bindweefsel. En
Oké, breng je rustig je rechterhand naar je linkerschouder. En dan maak je eigenlijk een schuine beweging naar je rechterheup. Dus linkerhand rechts en naar je linkerheup. Dus je maakt strijkbewegingen. Dus het leemsysteem vindt het juist heel fijn om met strijkbewegingen gereinigd te worden. Dus hier zetten we nog even de connectie linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Dus ook linkerkant met je rechterkant van je lichaam aan. Oké, zet je voeten alvast wat breder. En dan ga je naar je liezen. Dus misschien dat het voelt denk ik iets fijner als je een lichte hurk maakt. Dat je even je liezen meestrijkt. Dus gewoon vanuit je onderbuik, vanuit heupen, omlaag. Iets mee in je bovenbenen. Oké, dan strek rustig weer je benen. En dan ga je vanuit je heupen, dus zijkant heupen, omlaag naar je knie. Dat kun je strijken, maar deze voelt ook best wel fijn om even te activeren. Als in met klopbewegingen. Shake het helemaal los, klop het lekker los. Oké, kom je met je handen omhoog. Breng je eigenlijk je handen naar onder je oksels. En dan druk je eigenlijk met je handpalmen tegen je ribben aan omlaag. Dus alsof je met je ribben of met je handpalm druk je omlaag. Dus richting je heupen. Dus je maakt gewoon strijkbewegingen. Het hoeft niet eens zo heel diep of zo heel hard. Oké, dan maak je even cirkelbewegingen met de klok mee op je buik. Dus je lymfsysteem zit echt overal. Maar hij zit ook lekker bij je darmen hier, bij lever. Oké, dan klop je even op je lever. Dus je lever zit hier aan je rechterkant. Maar klop links ook even lekker mee. Dus je ribben mee. Dan draai je even je handpalmen om, dat je ook even op die nieren kan kloppen, onderrug uit kan kloppen. Oké. En dan kom je eigenlijk hier bij je borstkast. En dan druk je even vanuit je borstkast naar je oksel. Dus je maakt gewoon een strijkende beweging in je oksel, onder dat rib. Ik heb hier mijn microfoon zitten, dus aan deze kant gaat het voor mij niet zo goed. Oké, andere kant. Dus gewoon weer met je vingertoppen, met je pols. Langs rib. In je oksel. Oké, laatste stukje is eigenlijk hier vanuit je oor omlaag. Dus echt vanuit de kaaklijn een beetje naar voren. En vanuit je hals omlaag naar je sleutelbenen. Dus deze punten ken je misschien wel als je verkouden of iets hebt dat je vaak hier achter onder in je oren het snelste voelt. Dus op deze manier strijk je het eigenlijk uit je eigen lymfsysteem, strijk je alle afvalstoffen weg. Oké. Shake even je handen uit. Oké, zet je je voeten weer heup, of iets mag wel breder dan heupbreedte. Draai je tenen naar buiten, knieën naar buiten. Dan zet je je handen, zet je in je liezen. En dan strek je je armen weer zoveel mogelijk. Dus je armen strek je zoveel mogelijk, terwijl je bekken omlaag gaat. Dus billen gaan recht omlaag. De microfoon is losgekomen, dat strijken. Oké. Dus je drukt het omlaag, kruin is omhoog. Dus diep in je bekken. Dan gaan we hier de ademhaling erbij meenemen. Dus je mag je handen gewoon eerst rustig richting je knieën brengen. En dan licht hier een twistbeweging maken. Dus de inademhaling is in het midden. De uitademhaling twist je richting een knie, zeg maar. Dus kijk misschien nog even mee. Dus druk liezen goed open. Billen wat meer naar achteren hier. Oké, dan vanuit hier gaan we de ademhaling iets anders maken. Dus je zet je handen even tegen je borstkast. Ja. Dan adem je hierin, strek je armen, strek armen omhoog, dus verlengd op. En dan adem je uit, breng je handen terug omlaag. En dan duik je hier even naar voren. Dan adem je weer in, armen lang. Dus benen weer strekken, kom je weer helemaal omhoog, armen weer helemaal wijd en op. En dan adem je uit, duik weer laag. Adem weer in. En uit.
doet hem ietsje sneller dan dat ik hem net in het voorop doen deed. En uit. Dus voel weer dat je met de uitademhaling even helemaal kan laten hangen. Even helemaal loslaten, misschien weer door je mond. Dus doe hem nog één keer, helemaal. En de volgende keer dat jij laag bent, blijf dan lekker laag. En dan draai je je hielen juist naar buiten, tenen naar binnen. En dan strek je je benen. En dan kom je gewoon laag met je hoofd. Dus benen zoveel mogelijk open. Ademen. Oké, kom je met je hoofd, bovenlichaam weer omhoog. Dus handen zijn even in de mat. En dan laat je je rechterhand in de mat staan. Linkerhand strek je omhoog. Die verlengt hier op. En dan adem je uit, twist je even voor de andere kant. Dus je linkerhand aan de mat, rechterarm gaat omhoog. Strek hier omhoog. Oké. Breng je hem rustig terug. En dan mag je gewoon naar jouw voorkant van jouw mat lopen. Zodat je vanuit daar terug kunt stappen in een eerste hele zachte downward dog. Dus loop hem misschien even uit. Of hou knieën bij de knieën even gebogen. Maar het is krachtig in je armen. Lang in je bovenlichaam. Oké, dan zet je je voeten ietsje breder dan je heupen. Ietsje, stel ik even 1-2 pasjes met je voeten dichterbij. Zodat de afstand tussen je handen en je voeten iets kleiner wordt. Zodat je met je rechterhand naar je linker onderbeen kan gaan. En hier een twist kan pakken. Dus je kijkt onder je linker schouder door. Ja, dan zet je voeten misschien ietsje dichterbij. Adem hier even diep. Oké, wissel van kant. Dus rechterhand weer aan je mat. Linkerhand aan je onderbeen, enkel. Dus een twist in je downward dog. Dus adem hier. Zet de ademhaling niet op slot. Oké. Zet je je handen aan de mat. Zet je je knieën aan de mat. En dan kom je voor jouw cat cow. Dus het is holle rug. En je bolle rug weer. Dus de inademhaling is voor je holle rug. Kijk dan mee naar voren. En de uitademhaling maak je je rug weer zo bol mogelijk. Dus neem je bekken mee. Kantel hem omhoog of omlaag. Ligt eraan waar je bent. Neem schouders mee. Dus probeer elk werveltje in je rug mee te laten stretchen. Oké, de volgende keer dat je in je holle rug bent, dus je kijkt naar voren, hou je hem heel ietsje vast. Dus druk schouderbladen wat meer naar je toe, zodat de borstkas wat meer kan openen. Adem wat dieper in je onderrug, in die middenrug. Oké, dan breng je je lichaam naar neutraal. En dan zet je je rechterhand wat meer in het midden en dan gaat je linkerarm gaat omhoog. Dus we gaan schouders twisten. En dan adem je uit. Breng je hand even helemaal omlaag. Leg hem net neer. En zodra je hem neerlegt, adem je weer in. Druk jezelf via je rechterhand weer omhoog. En dan adem je uit. Dus even een flowende twist. Dus doe hem in je eigen tempo. Dus als je wat meer warmte wil, als je wat meer wil reinigen, doe hem ietsje sneller. Creëer dan net wat meer hitte in je lichaam. Oké, de volgende keer dat jij komt liggen, dan blijf je daar. Dus hou dan gewoon je linkerarm aan de mat, linker schouder aan de mat. En dan wil je dat je rechter schouder juist omhoog gaat. Dus ga niet helemaal hangen richting je linker bovenarm. Maar draai je rechter schouder weg bij je linkerarm, weg bij de mat. Dus misschien dat je op vingertoppen komt. Misschien dat je je hand nog naar voren toestrekt. Dan kan het net zijn dat je wat meer in die hele rechte, lange lijn komt. Dat je wat dieper in die ribben en in je longen mag ademen. Oké, als je wil en je wil hier nog een stukje balans, dan kan dat. Zet dan gewoon je rechterhand weer naast je neer.
En til dan je rechterbeen omhoog. Dus je kunt ook eerst je rechter tenen aan de mat. Dat je alleen je knie omhoog haalt. Dat mag ook. Dan heb je ook al net iets meer buikspieren nodig. Maar wil je hem omhoog halen? Haal hem dan omhoog. Maar check dan goed je balans. Want je kunt naar achteren rollen. Maar strek dan open. Verleng open. Oké. Zet je je knie weer naast knie als je omhoog bent. En dan rol je gewoon door naar achteren. Beide armen gestrekt naar voren in je child's pose. Dus voorhoofd aan de mat. Naar knieën. Leg ze bij elkaar, uit elkaar. Ook maar wat net fijner voelt. Ja, oké. Dan loop je met je armen helemaal door naar de rechterkant. Om juist je linkerzij nu even te strekken. Dus adem goed in links. Dus voel de stretch. Oké, loop je even helemaal door naar de linkerkant van je mat. Juist om rechts even helemaal te strekken. Dus billen gaan naar achteren. Oké, dan zet je je handen weer terug in het midden. Kom je weer terug omhoog naar handen en knieën. Krul je weer even je tenen onder. Strek je weer open in een downward dog. Zoals je wil, loop je hem even uit. Maar soms kan het ook heel fijn zijn om juist even je hielen gewoon richting de mat te brengen. En dat je hier juist even je achterkant van je benen helemaal doorstrekt. Oké, wat je hier doet, is je blijft eigenlijk in een downward dog, maar je laat je hielen naar de linkerkant van de mat gaan, terwijl je armen in een downward dog blijven. Dus je hielen gaan helemaal naar de linkerkant, dus voeten staan parallel aan je mat. En als je wil, kun je dan op je rechter vingertoppen nog wat meer naar voren lopen. En als het goed is, krijg je dan een hele diepe stretch nu in je rechterzij, rechterheup. Dus blijf in een downward dog met zo'n schuine twist erbij. Ja, oké, wissel van kant, dus rechterhand weer aan de mat. Rol je over je tenen met je hielen naar de rechterkant. En dan druk je bovenlichaam eerst weer even in die downward dog. En dan loop je met je linker vingertoppen naar voren. Dus kom misschien ook op vingertoppen. Dus iets kracht hier, iets verlenging. Voel met de ademhaling. Ja, oké, zet je beide handen weer aan de mat. Rol je weer op je tenen. Zet je je knieën weer terug aan de mat. En dan pak je weer even je cat-cow. Dus die holle rug, bolle rug. Alleen mag je hem nu wat meer freestyle zeg maar doen. Dus je mag wat meer misschien zijwaarts meebewegen. Misschien dat je het even fijn vindt om naar achteren te komen. Dan helemaal door naar voren. Of meer als een, in een U-vorm zeg maar. Dat je van je rechterhand helemaal naar achteren. Naar je linkerhand gaat. Dus maak deze cat-cow iets meer vloeiend. Iets meer dat je ook de zij, je flanken, je rug, de beweging meeneemt. Oké. En dan gaan we lekker de rechterschouder uitstrekken. Dus linkerhand mag je weer onder je hoofd zetten. En dan adem je je rechterarm in omhoog. En dan adem je uit, breng je hem laag. Dus doen we even een paar keer in een vloeiende beweging voor jezelf. Met je eigen ademhaling. Omhoog en omlaag strekkend. Dan de volgende keer dat je rechterarm omlaag komt. Dan leg je hem weer helemaal neer. En dan vind jouw twist voor je schouders. Dus misschien de linkerhand gewoon naast je. Misschien dat je hem langs je oor weer helemaal naar de voorkant van de mat loopt. Maar je rechterarm strekt dus weg, je linkerarm strekt weg. En je ademhaling die verdiept zich meer in je lichaam. Die opent meer. Ja, oké. Mocht je nog willen, zet dan even je linkerhand weer naast je neer. Misschien linker tenen aan de mat en je linker knie op de, van de mat. Of als je wil, dat je hier nog even je linkerbeen op strekt, maar check hoe hoger je hem strekt. Hoe meer je je heup opendraait, hoe meer kans je hebt op rollen naar achteren.
Dus focus. Oké, zet knie weer aan de mat. En dan rol weer terug naar achteren in je child's pose. Armen zijn weer lang. Dus kijk hoe open je je knieën wilt hebben. Oké, kom je heel iets omhoog, zodat je eigenlijk je knieën of je tenen kunt onderkrullen. En dan druk je jezelf naar achteren in die diepe hurkhouding. Dus je tenen krul je onder, knieën gaan helemaal open. En dan laat je je hoofd weer helemaal hangen. Dus je rond hier helemaal in je rug. Dus druk de massage voor je benen. Heerlijk openstrekken van je onderrug. Oké, breng je bovenlichaam iets omhoog. Hou benen, voeten waar ze zijn. Hou je linkerhand aan de mat. En dan strek je rechts even helemaal open. Dus twist die open. Dus vanuit je linkerhand, linkerarm is helemaal mee actief. Dus je drukt echt je schouders hiermee open. Oké, wissel van kant. Dus je rechterhand aan de mat. Open helemaal met je linkerarm. Dus adem hier goed diep. Oké, zet je je handen weer aan de mat. Dan strek je hier je benen. Dus je duikt over je benen naar voren. In een staande vooroverbuiging. Dus de elleboogbotjes pak maar lekker vast. Borstkas laat je lekker op je bovenbenen hangen. Dus buig knieën en dan wiebel gewoon wieg van links naar rechts. Dus je zwiert echt voorbij aan de zijkant van je benen, zeg maar. Oké, dan zet je rustig je handen op je scheenbenen, net onder je knieën. En dan adem je in, komt je hoofd halverwege omhoog. Ja, dus druk je handen tegen je scheenbenen. En dan laat je je billen laat je zakken. Alsof je komt zitten op die stoel achter je. Dus kantel je bekken hier. En dan breng je je armen gewoon recht naar voren. En dan stap even je voeten tegen elkaar aan, knieën tegen elkaar aan. Dan doen we ook hier een twist. Dus je handen komen samen aan de buitenkant van je rechterknie. En dan adem hier je rechterarm omhoog. Ja. Dus niet te veel alleen met je hoofd omlaag, maar zak laag in het bekken. Zet die billen naar achteren, twist jezelf omhoog. En wissel van kant. Dus rechterhand komt omlaag aan de buitenkant van je linkerknie. En dan strek je open. Dus ademen, dus knieën zoveel mogelijk samenhouden. Draai niet open vanuit je heupen, maar juist vanuit je borstkas en schouders. Oké, laat je rustig je linkerhand ook omlaag komen. En dan adem in, strek je armen naar voren. Strek benen mee omhoog, strek armen mee op, verleng weer op. En dan adem je uit, breng je handen naar je borstkas. Oké, adem in, cirkel een paar keer omhoog. En omlaag. Dus even in je eigen tempo. Gewoon opstrekken, verlengen. En weer loslaten. Oké, volgende keer dat je armen hoog zijn. Dan pak je met je rechterhand je linkerpols en dan strek hem heel even zijwaarts. Dus knik niet zijwaarts, niet hier gaan hangen. Maar het is echt vanuit krachtig lichaam. Gewoon heel ietsje opzij. Heel ietsje, dat voel je vast al genoeg in je ribben. Oké, terug in het midden. Wissel even van kant. Twist even naar links. Dus adem even aan je rechterkant van je lichaam. Oké, kom je rustig terug in het midden. Laat je je handen zakken. En dan adem je weer in. Strek weer op, verleng weer op. En dan vanuit hier duik je terug naar voren. Terug in je staande vooroverbuiging. Handen op scheenbeen. Adem in, verleng op, strek op.
En dan adem je hieruit. Zet je handen aan de mat. Het ligt even hoe je staat. Maar je gaat terugstappen in een duimendoog. Dus misschien dat je naar voren loopt met je handen. Of naar achteren met je voeten. Maar kom even in je duimendoog om er weer uit te lopen, uit te stretchen. En dan zet even je linkervoet wat meer in het midden. Zodat je je rechterbeen omhoog kan strekken en verlengen. Dus je opent hier. In een driebenige duimendoog. En dan buig je even je rechterknie helemaal open. Dus deze kan ook met je knie aan de mat. Hè? Als deze te veel voelt, lift misschien gewoon vanuit je met je linkerknie aan de mat. Rechterknie omhoog. Dan strek je op. Oké, dan adem je uit. Breng je knie naar voren. Zodat je rechtervoet bij je handen kan zetten. Yes, zet je linkerknie aan de mat. En dan adem je in. En dan kom je omhoog. Strek je omhoog. Yes, dan strek je op. Verleng op. En dan adem je uit. Breng je armen helemaal bij. Dus druk vingertoppen weer van elkaar af. Spreid je vingers. En dan breng je je linkerhand naar je knie. Rechterhand helemaal naar achteren. Dus wring je bovenlichaam uit. Kijk misschien nog mee naar achteren als dat fijn voelt. Oké, dan laat je rustig. Je linkerhand omlaag zakken. Je rechterhand omlaag zakken. En kijk dan of je je bekken wat lager kan zakken. Zodat je net wat meer die rechter lies kan openstretchen. Dus verleng die open. Oké, breng je je rechterhand aan de binnenkant van je rechtervoet. Linkerknie krul je van de mat. Dus je komt eigenlijk in een hoge lunchpositie met je benen. Dus je linkerhiel is heel actief. Dus niet hangen op je twee handen en je rechtervoet. Maar betrek je linkervoet er ook bij. Oké. Dus vanuit hier draai je je linkervoet zijwaarts. Dus je linkervoetje komt op de kleine kant van de linkerteen. Dus wat je kan doen is je kunt je rechtervoet in het midden lopen. En dat je hem vanuit hier opstrekt. Mocht het te veel zijn, zet gewoon je linkerknie terug aan de mat. En dat je vanuit hier nog een twist pakt. Ja, zal hem even pakken. Dus of hier, of als je wil, breng je je rechtervoet meer naar je linker. En plaats je gewoon je voet, je enkels in elkaar. En dan strek je hem hiermee open. Dus drie versies, kies welke bij jou past. Misschien je arm nog mee langs je oor. Maar adem en verleng. Twist in die rechterzij. Oké, heel mooi. Zet je rechterhand weer terug aan de mat. Rol weer omhoog. Terug naar achteren in je downward dog. Stap terug naar achteren. Verleng hem even open. En dan zet je je rechtervoet in het midden. Linkerbeen. Strek je open, verleng je open. En dan buig je weer je knie, zodat je juist je linkerheup helemaal kan openen, kan openstrekken. En dan breng rustig je linkerknie naar voren, zodat je je linkervoet bij je handen kan zetten. Zet je je rechterknie aan de mat en dan adem je in. Strek je armen omhoog, verleng ze omhoog. En dan draai je armen weer open. Spreid vingers weer helemaal open. Dus druk handen van elkaar af. Adem hier borstkas meer open. En dan zet je je rechterhand op je knie. Linkerhand helemaal door naar achteren. Dus buik weer goed naar binnen. Zodat je dieper daar kan uitwringen. En dan laat je juist je rechterhand zakken. Linkerhand gaat omhoog. En dan kijk weer of je mag meer mee mag zakken in je linkerheup. In je lies. Dus met ademhaling, met aandacht. Vanuit liefde dieper gaan in een houding. Oké, linkerhand komt aan de binnenkant. Rechter tenen krul je onder. Rechter knie komt van de mat. Dus lift wat op uit je heupen. Dus je hebt zeg maar je handen hier niet per se nodig. Dus voel dat je echt met je handen misschien kan optillen. Zodat je echt het gewicht ook op je achterste voet hebt. Oké, dan voor je schuine plank twist. Kies wat je wil, dus misschien knie aan de mat en dan je voet uitlopen. Of misschien vanuit hier je hiel opzij, dus je rechterhiel gaat opzij. Je linkervoet zeg maar in het midden van je mat, tussen het midden van je hand en je voet. Dat je hier omhoog stretcht. Of als je wil, loop je je voet weer bij je voet en dan breng je eigenlijk beide enkels tegen elkaar.
Met zijn je voeten naar achteren. Lift goed op vanuit je heup. Als je wil, misschien strek je nog even je armen. Dus adem hier en verleng. Raak. Mag je je hand al aan de mat zetten? Druk jezelf weer naar achteren. Stap terug naar achteren in je downward dog. En dan lopen we even uit. Adem. Oké. Zet je rustig. Je linkervoet weer in het midden. Rechterbeen gaat weer omhoog naar achteren. En dan buig je gelijk je knie. Breng je voet naar voren tussen je handen. En dan zet je linkervoet iets dichterbij. Zodat je beide benen kan strekken. Dus je duikt over je rechterbeen omlaag. Dus check even dat je niet te veel je heup optilt. Maar je rechterheup blijft laag naar achteren. Dus je kunt altijd even je rechterduim in je lies zetten. Als je ware je rechterheup naar achteren toe terugtrekt. En dan duik laag over je been. Adem hier. Oké, dan buig je juist weer in je rechterknie. Je linkervoet zet je naar 45 graden. Dan draai je hem weer open met je armen naar je warrior 2. Dus je draait je armen weer open. Misschien dat je voet iets naar achteren moet gaan, je linkervoet. Maar strek beide armen. En dan zak weer wat lager in je bekken. Ja, dus bekken laag. Achterste been is helemaal gestrekt. Voorste been buig je. Armen zijn lang. Adem hier. En dan draai je hem heel even om. Dus je rechterhand komt omhoog. Linkerhand naar achteren. Diepe ademhaling hier. De uitademhaling brengt hem alweer terug. Dus elleboog, binnenkant van je knie. Linkerarm omhoog of langs je oor. Helemaal mee. Adem weer hier. Oké, dan adem je uit. Breng je linkerhand weer door omlaag. Aan de binnenkant van je rechtervoet. Linker tenen komen, of de linkerhiel komt weer van de mat. En dan pak je hier nog een hoge twist. Ja, dus heup van de mat. Lift op. Adem. Oké, zet je je hand aan de binnenkant van je voet. Stap je met rechts terug naar achteren, naast links. En dan loop hem even uit. Beweeg hem even uit voordat we de andere kant doen. Het laatste actieve deel, dus zijn er bijna. Dus adem je linkerbeen omhoog, strekt omhoog. En dan breng je juist je linkervoet naar voren. Yes. En dan zet je je rechtervoet iets verder, misschien ietsje dichterbij. Zodat je beide benen weer helemaal kan strekken, zoveel mogelijk. En dan duik je nu over je linkerheup omlaag. Dus je kunt misschien altijd even je linkerduim in je lies zetten. En dat je even je heup naar achteren toe strekt. Dus je ademt hier. Oké, dan buig weer in je voorste knie. Zet je je rechtervoet naar 45 graden. En dan als een windmolen zeg maar, adem je je rechterarm omhoog. Draai je hem open. En dan zak hier weer wat lager. Dus soms ben je geneigd om heel hoog te blijven met je bekken. Maar probeer echt te zakken in je eigen benen. De kracht van de benen, de houding te laten nemen. Ja, dus je armen en je benen wijzen in één richting. Achterhand mag laag. Voorste hand draai je open en omhoog. Stretch je linkerzij. Nice. Adem uit. Elleboog binnenkant van je been. Strek je hem omhoog. Of strek hem weer langs je oor omlaag. Maar adem. En dan twist hem door de andere kant op. Dus rechterhand aan de binnenkant van je voet. De rechter tenen krul je onder. Linkerarm twist hier weer op. Dus ga niet hangen in je rechterhand, maar blijf ook bij je achterste voet. Met je heup omhoog, ademend. Oké, heel goed gedaan. Zet je hand naast je voet bij je voet. Stap je terug naar achteren. En dan loop hem nog een keer weer uit. Verleng hem uit. Oké, dan vanuit hier zet je eigenlijk, misschien dat je rechtervoet iets omhoog brengt. Soms helpt het om je voet dan vanuit daar
naar voren, maar hij mag naar voren. Je rechtervoet mag bij je handen komen. En dan zet je je rechtervoet, loop je naar je linkerpols. En dan breng je je rechterknie bij je rechterpols. En je linkerknie gaat aan de mat. Dus je gaat voor de hele zwaan. Of een duif, sorry. Als dit niet fijn voelt, dan kun je hem ook gewoon liggen doen. Dan leg je eigenlijk gewoon je enkel voor op je linkerknie. En dan pak je binnendoor je scheenbeen past. Dan pak je ook die bilspier, die bovenbeenspier. Dus mocht de duif hier niet passen, kom gewoon rustig op je rug liggen. Dus check goed dat hij goed voelt in knie. Dus je kunt hier hoog blijven. Je kunt naar je onderarmen komen. Je kunt misschien nog je voorhoofd op je handen leggen. Maar check dat je rechterbil niet op de mat gaat liggen. Dus je heupen zijn recht. Dus als je in de duif zit, heupen zijn recht. Linkerheup laat je laag zakken. En dan adem je. Oké, als je nog in de duif bent. Dus als je op de rug bent komen liggen, blijf gewoon liggen en wissel gewoon van kant, wissel van been. Als je nog in je duif zit, kom je rustig omhoog met je bovenlichaam. Krul je linker tenen onder, zodat je even kort misschien terug kan stappen in je downward dog. Dus als je op je rug ligt, misschien dat je gewoon even lekker heen en weer rolt van links naar rechts. En naar voor de linkerkant breng je misschien even je linkerbeen omhoog. Linker voet naar voren, rechter knie aan de mat. Dus lig je op je rug, leg dan je linker enkel voor op je knie. En voor de duif, loop met je linkervoet naar je rechterpols. Je knie bij je linkerpols. En dan kijk hier, dus beide heupen laag. Lift eerst even op. En dan loop misschien op je onderarmen, zak misschien laag. Strek misschien je armen mee naar voren. Leg misschien je voorhoofd op handen. Oké, ben je nog in je duif? Kom dan rustig met je bovenlichaam omhoog. Zodat je kunt komen zitten op je linkerhiel. Of bil. En dan breng je gewoon rechts mee naar voren. Zodat je ook door kan draaien als het ware naar je rug. Als je nog op je rug ligt, leg gewoon beide knieën naar je borstkast. En dan rol even van links naar rechts. Of draai even cirkels met je knieën elk een andere kant op. Oké, dan breng je rustig je knieën, je voeten iets weg bij je billen. En dan laat je je knieën naar de linkerkant van de mat gaan. Dus plak die hielen niet tegen je billen aan. Dan gaan juist je bekken en je bovenbenen verkrampen. Dat willen we juist niet. Linkerhand mag richting je bovenbenen. En je rechterarm strek je helemaal naast je uit. Dus die strek gewoon één lijn met je schouder. Dus je komt in een twist met je knieën naar links. En dan adem even diep in. Dus voel hoe je echt weer vanuit je rechterschouder die diagonale lijn helemaal naar je linkerheup maakt. Dus adem even heel diep in je buik. Voor 3-4 tellen diep in. En helemaal uit. Diep in. En uit. Nog één keer hier diep in. En uit. Oké, breng je rustig je rechterhand helemaal weer terug naar links. Met beide handen breng je je knieën even terug. En dan wisselen we hem om van kant. Dus je hielen gaan weer weg bij je billen.
En dan breng je je knieën en je voeten naar de rechterkant van de mat. Je linkerhand draait weer helemaal open, zodat je je schouder weer terugbrengt naar de mat. En dan voel jouw twist nu vanuit de linkerschouder naar je heup, rechterheup. En wat je daar aanraakt in je buik, in je ribben, in je rug, langs je wervelkolom. Ja, oké, breng weer rustig je linkerhand terug naar je knieën. Haal je met je handen je knieën terug omhoog. Dan gaan we de onderrug nog even lekker uitstrekken. Dus dat kan in een happy baby of het kan met je voeten wat lager. Maar breng even je knieën helemaal zo schouderbreedte. En dan met je handen pak je misschien eerst gewoon je scheenbenen of je enkels. Als je de happy baby wil, pak je gewoon je voetzolen helemaal vast. En dat je je voeten omhoog brengt. Dus dat zijn knieën, enkels boven elkaar. Voetzolen naar het plafond. Maar als dat te diep is voor je bekken, laat dan gewoon misschien je voeten laag. En dat je hier ergens met je ellebogen je knieën toch naar buiten toe stretcht. Dus voel dat je niet in een holle onderrug gaat hangen als je je voeten laag hebt. Maar je wil juist echt die middenrug, onderrug in de mat hebben. En als je nog wil, kun je nog licht heen en weer wiegen. Dus juist om die onderrug meer de mat in te masseren. Oké, als je je voeten mag je met lekker loslaten. Rustig je voeten naar de mat brengen. Dan zet ze heupbreed. We houden knieën nog omhoog gebogen. Dus voeten in de mat, knieën gebogen. Handen richting je voeten. En dan kom je even in een schouderbrug. Dus je lift rustig je bekken omhoog. Dus je kantelt echt je bekken. En dan rol je even wervel voor wervel omhoog. Loop je schouders wat onder je. Zodat je je borstkas nog net wat meer opent. En dan vouw even je vingers onder je rug in elkaar. Dus je strekt je armen richting je hielen als het ware. Dus neus is recht omhoog naar het plafond. En dan breng je je borstkas richting je kin. Adem een paar keer diep hier. Oké. Mooie hartopener aan het einde van de les. Dus rustig ontvouw je je schouders en je handen. En dan breng je je billen weer terug naar de mat. En dan hou je je handen even bij je billen. Dan mag je je benen nog even omhoog strekken. Dus misschien dat het kan zonder je handen. Maar het kan ook fijn zijn dat je je handen gewoon even onder je heupen schuift. Onder je billen als het ware. De bekkenrand. En dat dat misschien wat helpt om je benen omhoog te houden. Ja. En dan mag je hier gewoon eventjes je benen weer laten shaken. Dus aan het begin van de les deden we hem staand. Maar je kunt hier ook gewoon je benen laten shaken. Dus adem. Dus als het goed is, shake je ook wel in je buik en in je borstkas. Dus shake alles maar los in je lijf. En dan rustig laat je je handen weer gaan. Breng je heel even je knieën naar je toe. Zodat je je voeten aan de mat kan zetten. En dan strek je hier rustig één voor één je benen uit. En dan kom je in een korte savasana even liggen. Dus leg je handen naast je of op je of langs je oren naar achteren. En dan voel even hoe je erbij ligt. Hoe je gewoon gedragen wordt door de zwaartekracht. Door de mat, door de vloer waar je op ligt.
Dus voel wat er van binnen allemaal veranderd is, anders is geworden. Wat aangeraakt is. Wat dat met je lichaam zelf heeft gedaan. Met je emoties, met je gevoelens. Met je hoofd, je mindset, het denken. Oké, zet dan even rustig je handen tegen elkaar op je borstbeen. Dus druk je duimen wat meer richting je borstkast. En dan voel even onder je handen hoe je hart voor je klopt. En dan vanuit je hart geef je jezelf even een hartewens. Je hart wat meer aandacht in hoe jij zo je mat wil verlaten, je dag verder in wil gaan. Dus met welke intentie, welke wens, welk gevoel wil je jezelf meegeven vanuit hier? Oké. En dan wiebel je rustig met je tenen. Shake even je vingers. En dan zet één voor één je voeten in de mat. En dan wiebel je even rustig van links naar rechts. En dan haal misschien nog even weer je knieën naar je borstkast. Of als je wil, rol je nog even over de lengte. Dus van zit naar rol naar achteren. En dan waar je ook bent, rol jezelf rustig omhoog naar jouw kleermakerszit. En dan bedank je jezelf nog even dat je tijd hebt genomen voor jezelf, mee hebt gedaan vanmorgen. En ik dank jullie ook dat jullie er allemaal weer waren. Goed gedaan. Namaste.